Zo, Jan Boven, Wout van Aert meteen tweede. Dat is, dat moeten jullie tevreden stellen. Ja, zeker. Ik bedoel, vooraf hadden we gezegd, als we een degelijke goede cross kunnen rijden, hopelijk niet te veel foutjes, dan gaan we tevreden zijn. En ik denk dat dit nog iets beter was dan we zelf gedacht hadden. En dan meteen de kopstart, verraste dat jou? Zeker verraste dat mij. Ik bedoel, op de tweede rij stond hij goed. En hij wist ook achter wie hij moest gaan staan, dus hij had er wel heel bewust daarvoor gekozen. Maar toen ik de eerste beeld zag en dat hij zo voorop reed, kijk, dan zit je al uit de drukte. Dat scheelt al heel veel voor de eerste ronde. Dan het moment dat Mathieu wegrijdt, kan hij misschien een kleine terugval? Is dat dan die inhoud die hij nog mist? Nou, uiteindelijk was het wel, probeerde hij eigenlijk aan te haken. Maar had hij wel snel door dat Mathieu echt iets te hard reed. Zeker ook de aanzet naar de bochtjes. En dat is ook een stukje even 1, 2, 3 crossen rijden. En dan komt dat zeker ook terug. Volgende week rijdt hij in Dublin. Wat staat er deze week op het programma? Uiteindelijk gewoon de specifieke training en dan wat rust sowieso hiervan inplannen. En dan gaan we specifiek naar Dublin toe om daar weer een goede koers te rijden. Mathieu start daar niet. Mogen we dan misschien iets meer verwachten of is dat te vroeg? Nou, volgens mij was een wereldkampioen die ook echt heel erg rap reed. En die, voor hem pech, maar voor ons misschien een klein beetje geluk, een hele slechte start had. Maar die reed zeker ook rap rond. Dus ik denk niet dat het een 1-2'tje is dat volgende week zomaar Wout als eerste staat. Maar het is wel een parcours wat Wout zeker zou moeten liggen. Dankjewel.